nooit. Nee, goedenavond, topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. We drinken biertjes van Bier & Co, maar het thema is koffie. Roderick de Rode, jij bent de man van Spin. Hier staat een koffieapparaat. Dat ziet eruit als een gewoon koffieapparaat. Vind je? Vind ik wel. Ik vind het er wel iets beter uitzien dan een gewoon koffieapparaat. Nee, wel beter, maar laat ik zo zeggen. Ik heb uitleg van jou nodig, ja. Wat het anders maakt. Hè. Tenminste, ik zie dat er plek is waar ik een kopje neer kan zetten en waar koffie uitkomt. Dus hij ziet er natuurlijk mooi uit, maar ik heb uitleg van jou nodig. Wat in een programma als het van ons, waar technologie een rol in speelt. Voorzichtig, jongens. Ja, ik haal hem even wat dichterbij. Vertel. Ja, maar wat is het allemaal? Waar kijken we naar? Ja. Nou, je kijkt naar een product van Spin. En Spin is een online platform voor koffieroosters. En we zijn Spin begonnen eigenlijk op basis van een patent om koffie te maken op basis van een centrifugaalboor. Dus wat daar binnen in die machine gebeurt, is dat er vers gemalen koffie in een soort trommeltje komt. Daar komt heet water bij, dat wordt gespind, vandaar de naam Spin. En door die centrifugaalkracht wordt er eigenlijk een kop koffie gemaakt. Of een kop espresso, of een kop gespinde koffie. Want we noemen het espresso en we noemen het filter, maar eigenlijk is het dus een hele nieuwe methodiek om koffie te maken. Ja, nou heb je eigenlijk een best lastig wat je mij aan tafel hebt, want ik ben nogal een koffiedrinker. Ja. Maar ik ook. Oh ja, maar goed. 87% van de wereld drinkt koffie, hè? Ja, nee, maar het geheim... Meest gedronken drank naar water. Het geheim natuurlijk van een goede espresso is de druk die je op je machine hebt. Omdat water in hoog tempo door een samengeperste hoeveelheid je... Kraak ik? Ja, misschien ik trek hem eruit en doe hem er weer in. Misschien dat dat helpt. Nou, dat kraakt zeker. Oké. Het geheim is natuurlijk die druk. Ja, klopt. En ik heb er wat over zitten lezen en jullie zeggen, nou, als je centrifugeert, genereer je natuurlijk ook druk. Klopt. Het gaat eigenlijk om de extractie die je krijgt in je kop. En die wordt gemeten door een TDS-level. En een TDS-level betekent de Total Dissolved Soluble in je koffie. En dat betekent dus eigenlijk hoeveel van de daadwerkelijke koffieboon komt in je kop. En als je kijkt naar de maling voor een espresso die in die piston gaat, die puck, dan gaat er 9 bar druk gaat erop. Ja. Daardoor is er een bepaald extractieniveau van de koffie. Nou, met die centrifugaalbroer kunnen we dus verschillende extractieniveaus bereiken in dezelfde machine. Wat eigenlijk een unieke propositie is. Want als je een espresso machine koopt, dan kun je maar eigenlijk op één manier die espresso maken. Dat is met die 9 bar druk. En als je een filtermachine koopt, dan gebruik je zwaartekracht om die koffie te zetten. En Spin is eigenlijk een manier om dus verschillende soorten koffie te maken uit dezelfde machine. Want we kunnen hem snel draaien, dan krijg je een hoge druk in die brewing chamber. Of langzaam draaien, dan krijg je een lage druk. Ja, nou heb ik het niet geproefd, dus ik kan niet beoordelen of het inderdaad zo werkt. Maar welk probleem lossen hier nou eigenlijk op? Dat was de eerste vraag die bij mij opkwam. Ja. Want het ding is niet echt heel veel goedkoper dan een goed espresso-apparaat. Nou, dat is zeker wel het geval. Want als je een goede espresso-machine koopt van La Marzocco, dan ben je daar maar zo $10.000 voor kwijt. Ja. En wij zitten op een prijspunt van $299, daar begint die. We zijn naar Amerika gegaan met het bedrijf, omdat we uitgenodigd werden in Silicon Valley door een acceleratorprogramma voor hardware startups. Maar om terug te komen op je vraag... Nee, kijk, even naar mezelf toe, want NS1 hoor, dat weet ik. Maar ik heb gewoon een fatsoenlijk espresso-apparaat, ook een Italiaan, dat was geen $10.000, maar ik geloof twee. $2000. En ik heb een euro dan in ons geval. Ja, tuurlijk, sorry. En ik heb een goede filterkoffiemachine. En afhankelijk van waar ik zin in heb, zet ik een kopje koffie. Ja. Dus welk probleem los jij nou voor mij op? Oké, dan geef ik je die vraag terug. Als je kijkt naar Nest, die thermostaat. Wat probleem lost Nest op?
Nee, maar ik, weet je, laten we... Nee, maar laten we een discussie hebben. Ik stel jullie de vragen. Zo werkt het. Dat is wel het idee van het programma, hè? Ja, dus. Maar het probleem wat wij met name in dat prijspunt oplossen is het potprobleem, dus het capsuleprobleem. Die capsules, dat zijn hele vervuilende dingetjes, hè. Die gebruik je natuurlijk voor elk kopje koffie, gebruik je een capsule. Ja. Wat de meest gedronken koffie is op dit moment, is een capsule koffie, thuis in ieder geval. Een Nespresso. Of in Amerika heb je Keurig. Ik weet niet of je die machines kent, maar dat zijn die grote capsules waar gemalen koffie in zit. Die koffie die er in die capsule zit, die is natuurlijk niet vers. Want die is 6 maanden geleden ongeveer gemalen. Gesield. Ja, die gaat in plastic. Gaat in plastic. En de Nespresso koffie, die wordt voor 50 euro per pond verkocht. En een verse koffieboon van artisanale local rooster, die aangesloten toevallig is op ons platform. Want daar komen we zo op wat de propositie precies inhoudt. Daar betaal je ongeveer $16 voor. Dus je hebt een verse oplossing voor een lagere prijs. En de convenience die is minstens zo hoog, omdat daar in die machine zitten sensoren en een slimme grinder. Die telt hoeveel koffie er door de machine gaat. En op het moment dat je nog maar 30% over hebt, dan gaat er een automatische order uit naar een van de aangesloten roosters. En die levert jou een verse kop of een verse zak koffie, die je vervolgens weer kunt bijvullen in de machine. Dus als je het hebt over innovatie, dan innoveren wij op het gebied van... Want dan even voor duidelijkheid, jouw machine is connected, dat zeg je net, er zit een app bij, waarmee je dit allemaal kunt doen. Ja, wat ik al zei, Spin is meer een online platform voor koffieroosters. En de machine is eigenlijk een extensie tot in de keuken om jou als klant of als gebruiker een betere kop koffie aan te kunnen bieden. En ik begrijp, je hebt twee machines, want je hebt een filtermachine en een espresso machine. En je kiest dus welke koffie je wilt hebben. Dat kun je met deze machine allebei maken. Nou, ja, dat is betwistbaar. Ja, maar ja, goed, laten we daar niet diep op ingaan. Maar dat is de propositie die wij bedacht hebben, waar we nu mee bezig zijn om dat uit te werken. Ja, maar hoor ik jou eigenlijk zeggen dat het platform het belangrijkste van jullie is? Mm-hmm. En dat dit, jij zegt, dit is de extensie tot in je... Dat in je keuken, of je huiskamer, of waar je koffie zet. Ja. Dus is dat zo? Is het platform voor jou het belangrijkste? Waar lokale roasters, spullen kunnen aanbieden, zodat ze bij de klant kunnen komen? Klopt. Dus wat je ziet nu in de koffieindustrie, en met name in Amerika, is dat er heel veel artisanal roasters opstaan. En dat zijn meestal 2-3 mannen die kopen een roastingmachine. Die laten een zak groene bonen komen uit Nicaragua of Brazilië. En die beginnen daar hun eigen bedrijf. Ja, die beginnen te experimenteren. Ja, net als bier. Eigenlijk. Juist. Nou, dat is een heel goed voorbeeld. Want de artisanal wave die we in bier zien, die zie je ook in koffie. Ja, moest koffie... je gelijk aan denken. Hè? Ja. Waar die laatste homebrew. Juist. Die, in de uitzending. De mini brew. Ja, de mini brew. Ja, de propositie is heel vergelijkbaar. Alhoewel het thuisbrouw van bier niet echt nog een ding is. Hè? Dat moet nog groeien. Terwijl het thuismaken van koffie, dat doet iedereen wel. Dus we zitten daar in een vergelijkbare markt, maar de propositie is wel degelijk anders. Ja. Ik mag niks meer zeggen. Dus... Je mag van mij alles zeggen, maar je moet alleen gewoon niet zeggen, bij mij thuis is het lekkerder. De consistente feedback die we krijgen van koffiedrinkers is dat het een meer smooth ervaring is en dat het minder bitter is. En ja, hij loopt gewoon door. Als je me geen vragen stelt, dan praten we door. Wat onmiddellijk bij mij opkomt, hoe kom je in godsnaam op dit idee? Ja. Want weet je denkt toch, en daar komt mijn vraag ook vandaan, welk probleem was je? Want je denkt, we hebben hele goede espresso-apparaten. Ja. We weten hoe lekkere filterkoffie smaakt. Ja. En filterkoffie heeft ook als voordeel dat het spul zit niet in je koffie. Ja. Dan denk jij op een gegeven moment, op een dag, jij en je andere founders, want er zijn er nog een paar, die denken, we gaan gewoon eens een compleet nieuwe manier van koffie zetten bedenken. Ja, dat is een leuk voorbeeld. Ja, als we allemaal nog steeds op de telraam zaten te klooien, dan was er nooit innovatie tot aan Excel geweest. Nee, dus dat was innovatie. En er komen nou eenmaal nieuwe producten naar waar. Wat is jullie achtergrond? Ik kom vanuit software, dus ik heb bij Microsoft en bij Dell gewerkt. Dell is hardware natuurlijk. En ik heb een aantal waves zien plaatsvinden. Van de hardware tot de software tot de mobiele, dat iedereen op die mobiele telefoon sprong. En de volgende grote stap was die Internet of Things.
En ik kwam een uitvinder tegen die jarenlang bij Douwe Egberts heeft gewerkt en die eigenlijk een idee had om een centrifugaalboor te maken. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En op een gegeven moment heb ik het, of hebben we het idee opgepakt met twee andere founders om een Internet of Things device te maken die automatisch koffie voor je bestelt. Want de technologie laat het tegenwoordig toe om dat allemaal te maken. Dus het is een gedachte van die Internet of Things eigenlijk, losgelaten op de koffieindustrie. En je ziet dat de koffieindustrie, dat zit op een plateau. Hè, een Nespresso en Keurig in Amerika, dat bestaat al heel erg lang. De echte innovatie gebeurt met name aan de retailkant, waar je die kleine leuke koffieshopjes hebt, waar je goede koffie kunt bestellen. En dat is ook de reden dat mensen eigenlijk ontdekken dat koffie ook op een andere manier kan. Dus dat het uit verschillende streken komt, dat het op verschillende hoogtes groeit, die koffieboon. En dat koffie wordt echt een food thing. Net als wijn en bier eigenlijk. Ja, maar dat koffieplatform had je ook kunnen beginnen zonder de manier van koffie zetten compleet te innoveren. Want in alle eerlijkheid, ik vind het ook leuk. Dus ik bestel ook allerlei soorten espresso bonen en die stop ik in mijn espresso apparaat en dan ga ik kijken of ik het lekker vind. Mm-hmm. Daar heb ik jouw apparaat ook niet voor nodig. Nee, maar ik gaf al aan dat we in de Internet of Things zitten en niet alleen in de internet. That's the thing. Ja. Die internet is de platform. Ja, maar dus wel allebei heel belangrijk. Nou, wat ik al aangeef, het is een platform voor koffieroosters en dit is een extensie die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld recepten te downloaden naar die machine die koffie op een bepaalde manier maken. En dat is echt een andere ervaring rondom de koffie dan dat je gewoon dat cupje erin doet en een kopje koffie zet en je drukt op de knop. Het is een rijkere ervaring die je krijgt als je dat op deze manier doet. En je ziet dat bedrijven die succesvol zijn in hardware, nu op dit moment, de start-up zeg maar, die creëren allemaal die ervaring rondom de hardware. Tesla is een goed voorbeeld. Jullie hebben ongetwijfeld allemaal in een Tesla gereden. Die ervaring die je hebt als je in die auto rijdt, is volledig anders dan wanneer je in de Ford Focus rijdt. Nou, waar zit hem dat in? Dat zit hem met name in de software, de UI, dus de manier waarop je die auto gebruikt. En dat zie je Sonos is ook een goed voorbeeld daarvan, die speakers. Mm-hmm. De ervaring die je rondom die speaker hebt, is volledig anders dan je met je JVC of je DAT-recorder je speakers ging bedienen met de kabels eraan. Hè. Het is draadloos, je kunt Spotify, Deezer, Soundcloud, al die services komen eigenlijk tot leven in die speaker. Ja. Nou, dat is allemaal een ervaring rondom die hardware. En dat hebben we ook gezien bij verschillende andere hardware startups. Dat het heel moeilijk is om te concurreren puur op de hardware. En je moet een omgeving creëren waar er een experience is en waar ook een businessmodel aan hangt. En dat businessmodel zit net in die koffie. Oké, grappig. Wat ik nou zo interessant vind is dat, weet je, we hebben heel veel platforms aan tafel die vraag en aanbod bij elkaar brengen en nieuwe markten exploreren. Maar productontwikkeling, hardware, is een compleet andere stijl. Ja. Kwaliteit, skill. Ja, klopt. Dus, hoe brengen jullie dat bij elkaar? Ja, dat is een goede vraag. We werken met verschillende mensen die verschillende skillsets hebben. Dus we hebben software developers en we hebben hardware engineers. En we werken met een partij samen in Nederland. Die een groot gedeelte van de hardware heeft ontwikkeld samen met ons en met het team. En, welke partij is dat? Dat is PCV. In Enschede. Ja. Dus een bekende speler in de koffieomgeving. We hebben verschillende mensen aan boord die heel goed zijn in software, maar ook heel goed zijn in hardware. Want anders kun je het niet bij elkaar brengen. En dat is het lastige van die Internet of Things, again. Je moet vele dingen tegelijk doen. Ja. Ja. Maar ja, het is nou eenmaal zo gegroeid eigenlijk dat wij deze propositie hebben kunnen uitwerken. Want we hebben op een gegeven moment investeringen binnengekregen en meer investeringen en een succesvolle crowdfunding campagne in Amerika gedaan. En dat heeft ertoe geleid dat we gekomen zijn tot waar we zijn. Waarom? Je zei eerder, we hebben ons aangesloten bij een incubator project. Is dat de reden geweest waarom jullie helemaal je op Amerika zijn gaan richten? Of ben je al vanuit de markt begonnen? Nee, eigenlijk is dat inderdaad de reden geweest. Het klinkt heel banaal, maar we hebben het bedrijf opgericht hier in Amsterdam.
En vervolgens is ons deck, onze presentatie eigenlijk bij mensen in San Francisco terechtgekomen. En die vonden het heel interessant, want die zien ook, hey, de opportunity in de koffieindustrie is heel groot. Er zijn, nogmaals, het hardware is op een plateau. Er zijn verschillende, ze zien die ontwikkeling in retail en het meer worden van koffie dan slechts een commodity. En dat is de reden geweest dat zij ons hebben uitgenodigd. Zeiden, nou, als jullie naar Amerika komen, dan gaan we jullie helpen om naar het volgende niveau te komen. En dan investeren we wat geld en dan gaan we daarmee aan de slag. Dus dat is inderdaad de reden geweest dat wij een swap hebben gedaan van Nederland naar Amerika. Ja, dus je woont nu in Amerika. Als je, dus je kunt het verschil dus goed uitleggen aan ons. Wat is het belangrijkste verschil om van daaruit te opereren als een start-up? Culturele verschil? Of puur in business? Of alles? Ja, dat is een heel brede vraag. Wat is voor jou het belangrijkste verschil? Wat maakt het makkelijker? Of maakt het moeilijker? Ik denk dat de opportunity... kijk, Amerika is een hele grote markt. En 330 miljoen mensen versus Nederland 19 miljoen tegenwoordig. Zijn het al 20? Ik heb geen idee. Nee, dat denk ik nog niet. Maar goed, het is minder zelfs dus. Ja. Een kleinere markt. En kijk, Amerikanen, de reden dat Kickstarter en Indiegogo zo succesvol zijn in Amerika, is omdat Amerikanen, die willen iets nieuws en die willen the next nice thing. Die willen innovatie zien en die zijn geïnteresseerd om dat ook om daarin te investeren. Nederlanders zijn wat gematigder daarin en zijn heel nuchter. Ik weet niet, weten jullie hoe succesvol Indiegogo of Kickstarter in Nederland zijn? Ik heb dat niet bijgehouden. Maar... Ja, dat binnen een beperkte groep lees ik overal. Ja. Weet je, dat blijft toch wel mensen die gevoelig zijn voor innovatie die daarmee bezig zijn. Precies, de echte early adapters. En ik denk dat die echte early adapters, dat die groep in Amerika veel groter is dan die in Nederland is. Ja. Maar nogmaals, de reden dat we naar Amerika zijn gegaan is vanwege die incubator. En wat is nu je concrete voordeel om daar te zitten? Nou, onze klanten zitten daar nu. Dus van je klanten moet je het uiteindelijk... De andere kant van het verhaal is, ik heb er geen mening over, omdat ik het gewoon niet weet. Dat heel veel partijen zeggen, Nederland is een markt die heel erg gevoelig is voor innovatie, heel erg connected, heel veel mensen piloten dingen hier. Klopt. En zeggen dan van, als het hier lukt, dan gaan we daarna internationaal. Ja. Jullie doen het andersom. Ja, dat is dus niet een bewuste keuze geweest. We hebben het bedrijf in Nederland opgericht in de veronderstelling van we gaan het in Nederland maken en uitwerken. En het is gewoon zo gegaan. Ja, het is zo gegaan. En die kans die kwam op ons pad en we hebben elkaar aangekeken en zeggen, gaan we dat doen? Ja. Nou ja, dat kunnen we ook niet doen. Maar dan hadden we nooit de stappen kunnen maken vanwege de funding die we hier in Nederland hebben kunnen maken. Wanneer is het apparaat op de markt gekomen? We hebben de pre-order campagne gestart in laat 2016. Dus we zijn nu een jaar eigenlijk aan het innoveren en het itereren om de hardware op een bepaald niveau te krijgen. En, je bent nog steeds niet, ook in Amerika, niet aan het leveren? Dit zijn de mensen die in de crowdfunding campagne... Juist, en die krijgen ook de eerste machines geleverd. En we hebben een aantal badges verkocht. Er zijn wat. Dat had ik namelijk gelezen. Dat er al een serie verkocht is. En, Verkoop en leveren zijn twee aparte dingen. Ja, maar waar staan jullie dan precies? Hoeveel apparaten we hebben beta units in de markt staan. Ja. Dus die worden nu gebruikt. Kijk, ik weet niet hoe bekend je bent met hardware engineering en manufacturing. Wat we niet willen. Kijk, we hebben over de 10.000 units verkocht. Yep. Wat we niet willen is dat we 10.000 units gaan leveren die problemen hebben. Dus we bouwen dat heel langzaam op om goed te weten wat die machine precies doet. En als er issues zijn, kijk op het moment dat je in één keer 10.000 units levert waar een defect in zit. Er zijn crowdfunding campagnes op stuk gelopen. Ja, er zijn er een heleboel op stuk gelopen. Dus dat hebben we ook heel duidelijk gezien in dat Accelerator programma. Ja, maar ik vind er helemaal niks van. Ik probeer alleen achter te komen waar je nu staat. Nee, maar we staan nu aan de vooravond om die productie op te rampen. En om met onze contract manufacturer in China, om daar de eerste batch klaar te maken en te shippen naar de allereerste
pre-order backers, zoals we doen. Ja, en dat zijn er een paar honderd, neem ik aan. Want zo gaat dat meestal. Die backers, dat zijn er duizenden. Nee, maar de eerste serie. Ja, precies. Ja, de eerste serie, daar maak je voorzichtige stappen. Want je wil natuurlijk goed testen wat het allemaal, wat die machine doet. En we zijn met iets heel nieuws bezig. Ja, dat was mijn volgende vraag. Leg dat nog eens even precies uit. Want wat is de complexiteit van de machine? Mm-hmm. Want je... hoe ik het begrijp, en misschien moet jij het gewoon uitleggen, is weet je, waar je het klassiek water door koffie drukt. Ja. Zeggen jullie, dat kun je door heel hard te centrifugeren, kun je eenzelfde soort effect bereiken. Precies. Dus hoe werkt dat? Je droger. Ja? Je hebt een droger. Dan gooi je natte kleren in, dat ding dat centrifugeert en dan verdwijnt het water uit je was. Dus je stopt er wat koffie in? Nou, dat is niet zo simpel als het lijkt. Maar daar zit inderdaad een brewer zit erin. En dat is een centrifugaal brewer die we hebben ontwikkeld. Dat is een volledig nieuwe technologie. Dat is dus een kleine trommel. En daar zit een ronde stalen filter zit daarin. Met minuscule gaatjes. Dus dat is een nieuwe technologie om met lasertechnologie die minuscule gaatjes in dat filter te krijgen. Want je wil niet dat de koffie eruit kan, maar alleen de koffie... Vocht. Hè, met de geëxtraheerde koffie. Wat er dus gebeurt, er zit een maler in. Die maalt die bonen. Het maalt precies de hoeveelheid die in die cup van de espresso of de filterkoffie. Voor espresso gebruiken we 10 gram, voor filterkoffie gebruiken we 14 gram. Omdat je meer water hebt of meer koffie hebt. Vervolgens centrifugeert hij dus om een bepaalde snelheid. Voor een espresso spinnen we hem op 5000 toeren. Waardoor je een hogere druk krijgt in die brouwkamer. Want hoe harder je hem spint, hoe hoger de druk wordt. En zoekt dat water zijn weg door het koffiebed, wat zich ondertussen als een soort muur tegen die wand van die filter heeft geplaatst. Door de centrifugaalkracht drijft dat water naar buiten. En daar zit een technologie en een systeem in die dat vervolgens opvangt en naar je kop leidt. En vervolgens, aan het eind van die serving, spinnen we hem heel snel, zodat er eigenlijk al het water in je kop terechtkomt. Gaat die brewer gaat open en spuugt die eigenlijk gebruikte koffie uit. Dus het enige wat je nog over hebt is de gebruikte koffie ground, of de stof, de koffie, de gebruikte koffie. Ja, wat je in je espresso ding eruit moet slaan. Juist, eruit. Precies. Ja. En dat kun je in je tuin gooien, of dat is een environmental... een groene oplossing, laten we maar zeggen. Ja, ja. En dat is die Nespresso cup natuurlijk niet, want die gooi je in de prullenbak. Ze zeggen wel, we hebben die groene zakjes en dat wordt allemaal gescheiden, wordt dat afgevoerd. Maar dat schijnt maar 10% van de mensen daadwerkelijk te doen. Hey, hoe ingewikkeld... vraag is in deze, van de mensen die er moeite mee hebben met die Nespresso kopjes, weet je wel, daar zijn er... ook de oplossingen, want ook ik drink koffie. Ja. En ook wij hebben bonen en die kieperen we erin. Ja. En dan zet ik mijn dingen onder en dan gaat hier en dan komt er uiteindelijk ook koffie uit. Dus de mensen die moeite hebben met de espresso dingen, er zijn ook wel alternatieven. Er zijn alternatieven, absoluut. Kijk, dat is ook een van de vragen die we kregen van investeerders. Welk probleem los je op? Ja. En met name product market fit. Ja. Laat zien dat mensen dat ding willen hebben, want dan zijn we geïnteresseerd om een investering te doen. Als het ding, laat maar zien. En daarom is zo'n platform als Kickstarter en Indiegogo. Ja. We hebben geen Kickstarter of Indiegogo gedaan, we hebben onze eigen website gedaan. Okay. Maar dat met name de reden daarvoor is om aan te tonen, mensen willen dat ding hebben. Ja. Want dat was voor ons ook de vraag. Hè? Willen mensen daadwerkelijk wel zo'n machine hebben? Who knows? Het wordt ook heel veel als marketing tool natuurlijk gebruikt inmiddels. Ja, maar dat is hoe je producten verkoopt. Ja, hè? Dat is uiteindelijk dus die product market fit aantonen. Ja. En zeggen van, mensen, er zijn dus meer dan 10.000, zelfs meer dan 100.000 mensen die zo'n machine willen hebben. Dus check in the box, je product vindt doorgang doorgang naar de markt vinden. Dat was eigenlijk het idee. Hoe frustrerend is het als je een platformbedrijf bent, wil zijn, weet je wel, koffie, een mooi verhaal. Mm-hmm. En je zit eigenlijk in deze fase eindeloos te kloten met Chinese leveranciers en hoe hard een centrifuge precies moet draaien. En prototype na prototype na prototype, want we hebben hier genoeg hardware. Ja, precies. Tafel gehad. Hoe frustrerend is dat?
Nou, ik vind frustrerend niet het juiste woord. Want ja, je, het duurt toch allemaal eindeloos, productontwikkeling? Kijk, hoe frustrerend is het? Hoe frustrerend is het om... Om werk te doen in Cubicle en je boekhouding op orde te maken voor een ander, voor een bedrijf wat ze heeft aangesloten. Ja. Ik bedoel, dat is. Ja, maar als je die prachtige als je, als je hebt, werkt, als je dan ga je door bepaalde fases heen. Ja. En dat kan heel frustrerend zijn. Als je prachtige ideeën hebt van koffie en dat bij de consument brengen. En weet je wel, elkaar helpen en tippen, want dat zit allemaal in jullie platform. Ja. Het delen van koffierecepten. En, je bent goed ingelezen, ja. Ja. Ja, ja, maar dan is dit leidt dan toch af? Nou, ik vind het niet. Kijk, je bent op een missie en je bent ergens mee bezig en je probeert het bedrijf op te bouwen. En daar horen tegenslagen bij. Ik ken geen ondernemer of iemand die succesvol is geworden met een bedrijf, die niet door fases dalen is gegaan. En door dalen en pieken. Ja. 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 Dus dat hoort er gewoon bij. En ja, dat kun je zien als een enorm... Zie je hem, ja? Ja. Nee. Ja, hij loopt daar. Hij loopt ik zie hem ook, ja. Hij zit daar te kijken. Hij zit daar naast de bank. Hij kijkt. Voor volgende week zitten we daar een kamer. Op die hoek. Ja, precies. Nee, maar weet je, dat is deel van ondernemen. En frustrerend, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar het is gewoon stappen zetten. Hoort erbij. Ja, hoort erbij. Ja. Je zei, in Amerika zit... zit onze markt. We zijn er min of meer toevallig terechtgekomen. Het is een grote markt ook, dus dat is prettig. Je zei ook net van we hebben gekozen om niet bij Indiegogo of Kickstarter een traject te doen, maar we hebben het zelf gedaan. En de kracht van die platforms, even een tussenvraag. De kracht van die platforms is, daar zitten al mensen, dus je kan profiteren van het platform. Ja. Hoe is het jullie gelukt om mensen naar jullie platform te krijgen? Want je kan wel, ik kan een site beginnen nu en zeggen, ik heb een mooi idee in de koffiebranche. Juist. Maar daar heb ik niet zomaar de koffiedrinkers over de vloer. Nou, dat is een mix geweest van Facebook ads, Google campagnes en PR. Dat is heel simpel. En investeren in een goede infrastructuur. Want je vraagt eigenlijk van, waar komt je conversie vandaan? Ja. En waar komt je traffic vandaan? En die traffic die komt dus uit verschillende hoeken. En we hebben daar een bepaalde blend of een bepaalde mix die ervoor gezorgd heeft dat mensen naar die site komen en dan vervolgens ook die machine willen kopen. Dus er staat op de site staat er een filmpje die uitlegt wat Spin precies is en wat het doet. En op basis daarvan zijn mensen dus geconverteerd en kopen ze of plaatsen ze een pre-order. Ja. Nou, dat is één gedeelte van de business. En dan hebben we ook de roasters. Want we hebben inmiddels dus 350 indie roasters die hun product op onze site hebben gezet. Dat is eigenlijk een soort Airbnb-model. Dus je kunt als rooster kun je product op onze site verkopen. Er is een onboarding team in Venice die ervoor zorgt dat die rooster wordt begeleid. En er wordt verteld dat we een bepaalde commissie hebben voor alle sales die we genereren. Dat ze hun producten op die site kunnen zetten. Dat zij zelf die karakteristieken van die koffie moeten invoeren. En dat ze dat zelf moeten onderhouden. Dus het is eigenlijk een platform met twee delen van sales. De ene is SEO en sales op de website. Op termijn wordt het natuurlijk die machine. Want die gaat automatisch bestellingen voor je plaatsen en dan gaat het businessmodel aan, zeg maar. Als je een platform bent waar mensen hun koffie kunnen aanbieden aan de koffiedrinkers, dan beland je ook onmiddellijk bij het kwaliteitsding. Hè? Ja. Zijn jullie een open platform of drinken jullie de koffie eerst zeg maar zelf om te zeggen je mag op ons platform? Ja, nou het mooie is dat die roosters die sturen ons allemaal koffie op. Dus, dus als je bij mij komt kijken dan staat het de koffiezakken tot aan het plafond ongeveer. Ja. Kijk, uiteindelijk geloven wij dat de gebruiker van die koffie, de drinker van die koffie, die kan reviews achterlaten. En die zal vervolgens bepalen of het goede of slechte kwaliteit is. En daarnaast zijn er een aantal voorwaarden waaraan die rooster moet voldoen om uiteindelijk op het platform te worden toegelaten. Dus bijvoorbeeld dat hij een eigen website heeft, dat hij twee keer per week roast, dat hij een wholesale business dus het zijn geen home roasters. Het is niet zo dat je een roastingmachine kunt kopen in je schuur achter in de tuin en dan gewoon maar die koffie verkopen. Dat kan niet. Dus er zijn wel bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen. Maar in principe zeggen we, we zijn een open platform en als je een business setup hebt, dus als je een LLC bent in Amerika, dan kun je aansluiten.
Als ik nu iets naar de toekomst kijk, is zeg maar dit apparaat wat we hier hebben staan, het connected apparaat, is dat voor jullie een middel om zeg maar jullie platform, jullie merk neer te zetten? Ja. Uiteindelijk is het belangrijkste voor jullie dat je alle kwalitatieve, hoogstaande roasters van de wereld... Nou, dat zou mooi zijn dat wij de grootste coffeeshop, niet de Nederlandse, maar de Amerikaanse coffeeshop worden. En dat zijn we inmiddels al, want we hebben dus 350 roosters aan boord die meer dan 1000 verschillende koffies verkopen op ons platform. En ja, daarmee zijn we al het grootste online platform voor koffies in Amerika. Nou, in aantal aanbieders, want in volume moet het natuurlijk nog komen omdat jullie nog in de beginfase... Ja, maar we verkopen dus al koffie online en ik heb toevallig... Kunnen we dan bijna al constateren dat die machine eigenlijk niet eens meer cruciaal is? Ja, ik weet dat jij van die machine af wil. Omdat jij natuurlijk zelf je maar even een goede machine is. Precies, dus hij heeft het niet nodig. En dus één. Maar uiteindelijk is het natuurlijk... Ontken ik niet, hè? Ja. Uiteindelijk komen we terug op dat Internet of Things en zijn we met de ontwikkeling van die machine begonnen. En de reden dat we succesvol zijn in die pre-order campagne is natuurlijk omdat mensen dat ding willen hebben, want die machine willen ze hebben. Ja, nee, maar ik ben gewoon gefascineerd. Gefascineerd juist door die machine. Want ik heb nog één vraag juist over die machine. Mm-hmm. Want ik zat natuurlijk even mee in te lezen. Ja. Jullie zijn in 2014 met z'n drieën, hebben jullie koppen bij elkaar gestoken en zijn jullie dat gaan doen. Serge en Roland, jouw co-founders. Ja. Maar toen las ik dat al in 2005 jouw vriend Roland Verbeek, co-founder, patent heeft aangevraagd voor een centrifuge koffiezetmachine. Ja, nou dat was niet Roland, dat is de originele uitvinder. Yeah. Dus dat is Jan van Hattem. Dat verkeerd in het Financieel Dagblad? Er worden fouten gemaakt in de media. En daar is een meneer in Amerika heel erg mee bezig. vertellen. Dat vind ik wel zo reet interessant. Dat iemand bedenkt, zo kun je ook koffie zetten. Ja, maar dat is dus wel... En dat idee ligt 10 jaar. Ja. Ja, maar... Te roosten. Ja, precies. En dan komen er 3 jongens uit Nederland en die zeggen, hey, daar willen we wat. Ja, dat is heel interessant. Als je nagaat, dus bij Microsoft heb ik heel veel R&D-ontwikkelingen gezien die nooit de markt hebben bereikt. Maar waarvan je op dat moment wel denkt van, crap, dat is echt te gek. Dat is fascinerend. Ja, maar dat is marketing. Uiteindelijk vindt dat zijn weg dus naar de markt of niet en blijft het gewoon liggen. En dat is ook het fascinerende van waar je dus in zit als je, als je nadenkt over innovatie. Waarom haalt bepaalde innovatie het wel of waarom haalt bepaalde innovatie het niet? Ja, nou, als jij er dan over nadenkt, wat zijn dan de... Nou, dat er dus een kritische massa moet zijn van... Want we zitten nou eenmaal in een kapitalistische omgeving. Right? Dus het moet wel een zin hebben dat die innovatie naar de markt komt. En dan moeten er dus mensen zijn die bereid zijn om te betalen en om dat naar voren te duwen. Hè? En dan gebeurt er wat. Als iedereen zegt, nou dat doen we niet, dan zitten we nog... er zijn landen in de wereld... tegenwoordig een product market fit. Ja, maar er zijn natuurlijk landen die dat niet ondersteunen. En dat is wat je net vroeg, van wat is nou het grote verschil tussen Nederland en Amerika? Waarom is er zoveel ontwikkeling op het gebied van technologie in Amerika? En waarom gebeurt dat niet in Nederland? Het gebeurt ook wel in Nederland. Ik wil niks ten nadele van Nederland. Hè? Ik bedoel, ik ben er heel trots op dat ik een Nederlander ben. Maar je ziet wel dat de allergrootste bedrijven in de technologie, die komen nog steeds uit de Verenigde Staten. Of niet. Ja. Maar waarom is dat dus volgens jou? Nou, omdat er dus een kapitalistische drive is om dat te laten gebeuren en om het heel hard te schalen ook. En dat is een groot verschil met Amerika en Nederland. Dat die maar schaalbaar... is dat niet cultuur? Want wij leven toch ook in een kapitalistische wereld in Nederland? We leven niet in een socialistische wereld. Ja, maar denk toch? Je dat het kapitalisme hier net zo is als in Amerika? Want dan raak je aan om daar even 2 jaar te gaan wonen. Dan weet je wat echt kapitalisme is. Ja, maar daar ben ik ook geen groot liefhebber van. Dus daarom woon ik hier wel. Ja, nee, maar dat is dus want ik vraag me dat wel af. Waar zitten dan die grote verschillen in? He, waarom zijn al die technologiebedrijven waarom komen die uit Amerika? Slotvraag. Zijn we er al, ja? Ja. Rijden we uit? Heel ver uit de tijd. Gewoon. Hebben jullie wel de vragen kunnen stellen? Nee, nog niet. Maar dat komt zo meteen wel.
Jullie zijn nu de eerste batches van zeg maar honderden apparaten aan het uitleveren. Mm-hmm. Als we je over 2 jaar weer uitnodigen, waar sta je dan? Ja, misschien hebben we dan wel een theemachine. Who knows? Ja, je durft je niet... Ja, koffie is niet... Helaas kan ik niet in de, heb ik geen glazen bol, kan ik niet in de toekomst kijken. Dus, nee, maar, is, maar zeg, ja, maar zeg hiermee... investeerders vragen jou om een businessplan. Dit vind ik echt een beetje gelul. Die willen een spreadsheet met een timeline, met omzetcijfers, de, verkoopprijzen, koffieomzet. Je hebt een plan. Ik heb hem zo voor je op je scherm getoverd hoor. Ja. Maar wat wil je over 2 jaar weten? Ja, waar sta je dan? Nou ja, dan staan er hopelijk honderdduizenden machines in de markt. En die staan allemaal koffie te bestellen. En is er een model... Zelf, want dat is mooi. Connected, die zijn connected. Vind je dat leuk, ja? Ja, vind ik top. Wat vind je van tegenwoordig van het internet? Ja. Werkt goed, hè? Of heb je liever ISDN? Nou, dat er ontwikkeling is en dat het dus sneller gaat... En dat het dus prettig is. Want je zegt, ja, dat is wel prettig dat die automatisch bestelt. Ik vind het prettig. Ik zou het leuk vinden als de dingen automatisch bestelt. Maar je doet een beetje van, nou, oh, dat is leuk. Nee, maar dat is zeker leuk. Toch? Ja, dus honderdduizenden machines over 2 jaar. Ja, en een platform waar heel veel artisanal roasters in zitten. En die daar op een nieuwe manier business doen. In een nieuwe channel eigenlijk. Ja. Dus het is nogmaals dat Internet of Things, het thing... Dat staat te bestellen. En het internet is gevuld met artisanale roosters. En dat is waar we natuurlijk van dromen. En dat is ook de reden dat we naar Amerika zijn gegaan. Maar op zich zijn we dus klaar met deze uitzending. Maar jij zei van misschien doen we wel thee. Ja. Dat triggert mij een beetje. Want hè, als je zeg maar naar Uber kijkt, dan zegt Uber uiteindelijk, we zijn geen... taxibedrijf, maar we zijn een transportbedrijf. Transport faciliteert. Zie jij jullie eigenlijk ook als een groter ding dan koffie? Nou, ik denk dat we zeker een... Kijk, wat je nu ziet in die hele e-commerce hoek, is dat er verschillende manieren worden waarop producten worden besteld, verkocht, geleverd. En dat die machine automatisch voor je gaat bestellen. Ik weet niet, hebben jullie producten die automatisch dingen voor je bestellen? Nee, ik nog niet. Ik nog ook nog niet. Hè? En met Alexa, die voice activation, zijn er dus, zie je dat er nu een volgende stap is gemaakt om dat op een hele andere manier te doen. Via je telefoon dingen bestellen en shoppen op je telefoon is ook een wave die steeds groter wordt. Dus... Ik denk dat er altijd ontwikkeling is en dat mensen op andere manier willen kopen. En dat er op andere manier e-business wordt gedaan. Nou, dit is een voorbeeld van een andere manier van e-business bedrijven. Ja. Dus als je dan hebt over het platform en wat voor soort platform zijn jullie, dan denk ik dat we een ander soort e-business propositie hebben. Dus voor jullie is koffie een begin, een punt en geen eindpunt. Who knows? Ja. Ja, okay. Moeten we kijken, toch? Ja. Ja. We zitten er... We zitten nu in de koffie en daar gaan we ons best voor doen. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. En kom graag nog een keertje in de toekomst bijpraten. Ja, zeker. Over 2 jaar. Ja. Over 2 jaar ben ik terug. Ja. Mooi. Jullie bedankt voor het kijken. Iedere dinsdagavond zenden we uit vanuit Freedom Lab en uit Amsterdam. Freedom Lab dus bedankt. We drinken biertjes van Bier & Co. Jullie kijken naar de livestream als je live kijkt. Dankzij Jetstream uit Groningen. En PQR zorgt ervoor dat de website iedere week en iedere dag up and running is. Wij zijn er volgende week dinsdag weer. Tot dan. Dag.